Today. President Bouterse positief over vooruitzichten 2019. President Desiree Bouterse is positief over de vooruitzichten van de Surinaamse economie in 2019. De blijvende stabiliteit van de wisselkoers geeft vertrouwen in de economie, waardoor de nationale en internationale bedrijven en ondernemers genegen zijn tot investeren in ons land. Aldus de president tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op Oudejaarsavond. De regeringsleider is ervan overtuigd dat het bovengenoemde gunstig zal werken op de verdere groei van onze economie en op alles wat daarmee samenhangt. Hoewel de overheid haar uitgaven streng in de gaten houdt, blijven de overheidssubsidies gehandhaafd voor onder meer stroom, water, gas, de ophaal van huisvuil en de sociaal-medische voorzieningen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.